Hoi allemaal, en wij hebben vanaf in mijn voor mij Instagram over pesten. En ja, daar gaan we het nu over hebben. En nou, we hebben op school heel veel over geleerd, op social media en pesten en haatreacties. Daar hebben wij over verteld en wat ik wel mag maken en wat niet. En ik ga een paar noemen, want vlammen geplaatst, dus leuke filmpjes en meer samenwerkingen doen en dat zoveel meer. En nu over nageaties en minageaties. Maar ja, de oorzaak is haatreacties. Dat wordt natuurlijk uitgescholden en veel meer. En dat wil ik graag niet meer doen. En ik maak ook nog heel leuke video's van jullie. En foto's en TikTok-filmpjes. En ja. En het enige is dat ik dit nu vertel. Dat jullie dat ook gaan begrijpen. En als jullie foto's gaan maken van jezelf. Of een selfie of wat anders. Gaan soms die mensen op je naberichten naar je sturen. En dat vind ik niet zo leuk. Of die of je ander. Of meisje of jongen. En die jongen, die persie, die meisje. Zo. Die op berichtjes zijn. Of te veel berichtjes zijn. Hoi. Hoi, alles goed, alles goed. Ja, ik heb een vraag. Wat dan? Doe je shirt uit en laat je titel zien. Ja, dat is niet handig. En ja. En nu heb ik per ongeluk verteld aan jullie. En het weer doet het niet als ik dit vraag ga stellen voor jullie. Want dit doe ik om mijn Insta gooien. En ja. Ik doe ook posts doen, de geheim van mensen. En ik doe het niet. Maar ik precies hetzelfde als meedoen. Gewoon niet. Ja, gewoon niet op reageren op die mensen die van je vinden. En maar als je dat die foto's of video's of vlogs kan maken, en dan ook die mensen op social media dat kan zien. Dat, dit is een leuk filmpje, die gooi ik op Tumblr, is leuk. Soms is het ook te ver, hè. En dan, als je erover vertelt, dan gaat het mis soms. Soms wordt het veel agressief gemaakt en wat andere dingen. En dat, ik vind het fijn. En ja, dat vind je ook niet fijn. En ja. Sorry, jongens, ik ben zo trots op en een beetje moeders. En ja, even terug van dat onderwerp over pesten en online pesten. En hier hebben we ook elkaar een groepsapp en daar kun je lekker fijn appen met elkaar. En ja, ik wil dat wel gezegd blijven en ook niet mensen om dit uit te schelden. En wat ik wil zeggen is, in ieder geval wat waarvoor ik kan zeggen om wel mag plaatsen in dat groepsapp op WhatsApp. En hoi, heb je een leuke dag gehad? Of hoe gaat het? Hebben we wat een begin vandaag? Of is er nog een feestje? Dat is leuk om te gaan vragen op WhatsApp. En op andere plekken, niet op YouTube, dus dat kan nooit, maar wel op Instagram en TikTok. En wel kijken op goed persoon kan appen, maar hier heb ik Snapchat en ik ben al gisteren al, of eergisteren al gestopt. Nee, eergisteren, ik ben of eergisteren, nou nee, dat is weg af, ik denk dat het eergisteren is. Ik ben nu aangewend die nu weg is en ja.
En we willen verder als je netjes gaat doen. Ja. Dan een studio een voor mijn vriend Lucas. En die heeft een bedien, gewoon een bedien, gewoon vinden. Om rustig gewoon vinden. En ja. Dan ben ik veel aan het appen. Ik ben omgegaan met Lucas. Vriend van mij, ik ken al 16 jaar met hem. Ik denk ik ook nieuwe foto's ga doen. Pas van Lucas van mij. Nou, ik denk dat ik dat nu zo leuk vind. Ik denk dat ik dit niet kan plaatsen van Lucas. Eerst aan hem vragen. Hoi, met de 16 jaar en zou ik die weer op mijn Insta opgooien? En dan zeg ik als ja, is goed. Of nee, sorry, dat hoeft niet. Ik dacht dan, oké, als het niet hoeft, dat dan doe ik niet. En dan, ik kan ook doen, is een foto op pv zetten. Dan kun je niet zien. Ja, anders dan wel. En dat wil ik heel graag. En om dit, om je om je die gaan delen met jullie. Ik ben nog niet even geweest op Instagram. Ik ging het nog een keer doen. Misschien vandaag altijd. Eerst een filmpje kijken, eten. Nog en na eten ga ik weer grijf op op Insta natuurlijk. En ja, daarover vertel. En deze ga ik er wat eer op gooien. En ja. En ja, nu zie ik dat ik u bij hem moet houden en trouwens krijgen. Omdat ik het hier ook. Ik ook af en toe meegemaakt met dat haatgeeltjes. En over mij. En wat er stond dans. En maar jij kan niet goed dansen. En nog veel meer. Dat is haat. En ja. En als je haat heel veel wil graag bannen, zo heet dat. En als dat dan nog gaat komen, de overgaat of mij, dan word ik er verdrietig van en boos. En dat kan je daar niet mee maken. Dat kan echt niet gebeuren. Als bij je ook zo is, ga naar de ouders. Of naar je juf, of naar je meester. Als je een meester hebt, vraag ook aan je meester. Of vraag ook aan jouw familie om te helpen. Of vraag aan je zus te zijn, mag ik plassen of nee? Is dat, als je een kindje zit en dan er een foto van maken. En dan zegt eerst, kun je op een Insta zitten, ja of nee? En zegt je zus misschien niet, maar niet. Want je zit in je bikini, dat is niet zo netjes. En als dat is, dan komt je man op af en dan is het een ander verhaal dus. En ja, dat wil ik heel graag mee stoppen. En ja, en ik ga toch even meteen eerst leveren op mijn Instagram. Gewoon lekker om een beetje duidelijk te zitten op de grond. En dan ga ik lekker leven voor mij. Instagram ga ik natuurlijk weer doen om hetzelfde verhaal te vertellen en wat wil mag doen en wat niet kan plaatsen. Dan ga ik ook om Insta gooien en ja. Ik ga even verder en ik moet nog even gaan en filmpje kijken en dan pas ga ik eten. Het is fijn dat dit al online staat en dat is fijn. Dan hoef ik die mensen niet om uit te dagen. Ik voel al een beetje sterk in mijn hoofd. Ik dacht over, nou ja, dit wil jij niet zeggen. Toen ik wel anders dacht, echt, oh, je zei echt met hem gebeurd en dan kunnen we daar op hout op reageren. Doe me niet. En ja, voor mij gaat hier echt in de one. Ik heb veel meegemaakt en misschien jullie ook. En ja, ik ga proberen om minder te gaan doen en ik hoop mensen die mij veel eens begrijpen. En ja.
zijn ook de zuierwanners, de zuierjongens, dus ik heb ook gedaan. Een jongen, die was een vorige meisje, ja. En nu is die jongen en Sampio is een jongen, die heeft Down en ja. En ik niet vertellen, dus over een huis ga ik niemand niet zoveel vertellen, ja. Die ben ik nog verlost in. Voor mij en even wat doorgaat of niet. Maar de rest zeg ik niets meer, jongens. Ik ga even op Instagram en natuurlijk de video's. De live ga ik nu op beginnen. En even kijken of zich als u in mijn live gekeken of niet. Dat kan ik even weten. En ja, was super leuk. En ja, ik hoop ik kan leuke video's voor je maken of foto's. Of mijn Instagram. Op kan gooien.